ben Leo Spronke, eigenaar en bestuurder van Spronke Orthopedie. En wij zijn gespecialiseerd in orthopedische hulpmiddelen en revalidatietechnologie. Spronke Orthopedie is gespecialiseerd in het maken van orthese, prothese en revalidatiehulpmiddelen om het functioneren van patiënten in het dagelijks leven gemakkelijker te maken. Orthese zijn hulpmiddelen die rond het lichaam komen en prothese zijn hulpmiddelen die een vervang geven van een lidmaat. Het innovatieproject dat wij ingediend hebben gaat over een intelligente bakster. Om de flow van medicatie bij een patiënt te volgen. Dat hebben we gedaan door gewichtjes te maken aan de houder. Die aangeven van of een zakje leegloopt, welke tijd dat die leegloopt en of het leeg is. Wij zijn heel regelmatig in de ziekenhuizen en we zien tot er toch een overbelasting is van de workload van de verpleegkundigen. En dat ze heel vaak gebeld worden naar een kamer toe waar de patiënt zegt, ja, mijn zakje is leeg. Vervolgens moeten ze teruggaan naar de kamer toe om de nodige medicatie of de nodige bakster bij te halen om als dan het weer aan te passen. Op het moment dat men dat kan monitoren centraal, op alle kamers tegelijk kan monitoren van loopt bij iedere patiënt zijn bakster juist. En als men naar een kamer toe gaat, kan men al meteen het product eventueel meenemen als er een zakje leeg is. Zodanig dat men toch een hoop tijdbesparing heeft voor het bezoeken van de kamers. We zijn dus op dit moment in zo enkele patiënten aan het monitoren om te kijken of het systeem ook goed werkt en of er geen bugs in zitten in de software. En we vragen dan ook aan de artsen en de verpleegkundigen of ze tevreden zijn van het systeem. Omdat die technologie van software schrijven voor dit gebeuren niet onze core business is, zijn we gaan rondkijken en zijn we samen met het innovatiecentrum gaan kijken van hoe kunnen we dit het beste aanpakken en wie kan ons helpen bij deze oplossing. Via het innovatiecentrum zijn we dan in contact gekomen met de XIOS school in Hasselt en samen met hun hebben we het project ontwikkeld en opgestart. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat innoveren tot je zorgt dat je goede mensen rond je heen krijgt. Er is meer dan voldoende kennis op de markt en de kunst is eigenlijk om die kennis bij elkaar te brengen.